De zorg van patiënten in het Sint Vincentius ziekenhuis blijft gewaarborgd. Dit ondanks de opvang van positief besmette COVID-19 gevallen. Algemeen directeur Manoj Hindori geeft aan dat de verpleeginrichting voor de nodige aanpassingen heeft gezorgd. Er is een hele impact op ons gebeuren, want je moet natuurlijk de zaken veilig aanpakken. Er moesten sluizen gemaakt worden, er moesten aparte ingangen, uitgangen, enfin, beschermingsmaatregelen, een heleboel wat nodig is voor verantwoorde zorg, veilige zorg, zowel voor patiënt als het zorgpersoneel. Maar daarnaast hebben we ook maatregelen getroffen als toch terugdraaien, terugschroeven van de reguliere zorg, electieve operaties zoals we het noemen. Geplande operaties hebben we teruggedraaid. Natuurlijk is acute zorg, moet je blijven verlenen. We kregen patiënten die dringend zorg nodig hadden. Dat verlenen we wel met de afname van afstandregels en dergelijke. Maar we gaan langzaam maar zeker toch moeten evalueren. Want u ziet het, er is nog veel vraag naar zorg. En dat noemen wij in overleg met de andere ziekenhuizen. Hebben we gezegd, we gaan kijken wanneer we weer kunnen opschalen. Maar vooralsnog, conform de nationale instructies, houden we ons aan de afstandsregels en zo min mogelijk contacten tussen de verschillende mensen. Midden in de crisis die is ontstaan door de COVID-19-pandemie, heeft de zorginstelling samen met het 's Lands Hospitaal een donatie ontvangen die bestaat uit enkele rolstoelen en rollators. Volgens Hindori komen deze gestes goed uit, omdat niet alle middelen aangeschaft kunnen worden door de ziekenhuizen zelf. Dat zijn zaken die eigenlijk zeer nodig zijn in een ziekenhuis, maar we hebben altijd behoefte aan meer van deze spullen. En toen de Lions Club Paramaribo Central ons benaderde, van we willen wat een bijdrage leveren aan het ziekenhuis, waren we echt heel erg blij daarmee. En wat u ziet, het zijn spullen die bruikbaar zijn voor de patiënten. En ik denk uiteindelijk gaat de patiënt ervan profiteren en er daar blij mee zijn. De donatie is afkomstig van Lions Club Paramaribo Central. Samen met andere belanghebbenden is besloten om de ziekenhuizen te ondersteunen met medische hulpmiddelen. De gezondheidssector in Suriname, het ziet er niet zo rooskleurig uit. We zijn allemaal niet onbekend met de heersende situatie. En tegen die achtergrond hebben wij besloten als Lions, weet je wat, laten wij iets terug doen voor de gemeenschap, met name de zieke mens in de zorginstelling. En dat doen we vandaag. En ook vanwege het feit, vanwege de coronapandemie in de wereld, hebben wij ook besloten van, weet je wat, wij als Lions, we moeten onze stem laten horen. Blijf niet aan de kant alleen staan. Help de noodlijdende mens. En dat doen we hedenmorgen door middel van deze schenking aan deze twee zieke instellingen.